Is gelijk. Gelijk. Helemaal goed. 0,0000. Helemaal niks. Er staat er nog een getal, maar dat zien we. Ongelooflijk. Hij corrigeert het gewoon. En Mieke Hakkinen en... Michael Schumacher rijden op dit circuit, hè, wat een lang circuit is. Dus tot in duizendsten een gelijk rondje. Daar word je rek van. Hebben allebei absoluut... Irvine, de spanning bij Irvine. Het rechterwiel is weg. Is er afgeschoten. Dat lijkt mij ook best poedisch. Of daarachter nog. Moeilijk. Schumacher sneller in het eerste deel. Irvine is daar niet eens gekomen. Dat is ergens bij de S's. Of is het hier in Dunlop? Moeilijk te zien. Herpin. Oh, bij het aansturen van de herpin duikt hij rechtsaf. En Schumacher gaat door. Dat is een harde klap voor Irvine dit hoor. Komt daar die bandenstapel tegen en daar zal wel weer het nodige over hard. Irvine die het geluk heeft dat hij een reserveauto heeft dit weekend. Die wint, moet Irvine vijfde worden. Maar ja, nu op dit moment, vlak achter Eddie Irvine, staat een Heinz-Harald Frentzen. Staat een Olivier Panis en nog wat meer mensen. Irvine kan denk ik niet meer antwoorden. Dit is, ik denk dat dit de tijd is die Eddie Irvine vandaag gaat rijden. En dan moet hij zijn duimen kruisen om te hopen dat hij op de tweede rij blijft staan. Het zou mij niet eens verbazen als hij naar de derde, vierde, misschien zelfs naar de vijfde rij zakt nog. De rijdt. Als de remdruk te veel op de achterkant staat op zo'n moment, dan heb je het gehad. En ik denk dat hij gaat kantelen als ze hem niet stoppen. Lastig moment. De fotografen staan er allemaal bij, Irvine staat erbij. En ziet het gebeuren. Ze zullen moeten tillen, maar ja, dan is een Formule 1 auto ineens niet meer zo rolbaar. Baarde beschadiging aan de monocoque en daar jas. En dan heeft hij een schuin lijntje. De voorkant wordt hard afgeremd hier hoor. Huppata, let maar op hoofd. Hij voelt dat wel morgenochtend. Bij de voorwielen eraf. Altijd weer de vragen van allerlei mensen. Hoe kan dat die voorwielen eraf gaan? Ja, jongens, je rijdt 300. Dat kun je niet tegenhouden. Had een betere tijd staan in de eerste sectie. Tuurlijk moeten die wielen officieel rijden 200. Dat verschil dus gewoon 100 is. Ook daar zal het toch oppassen geblazen zijn. Die band is er tegenaan geslagen. Oppassen geblazen zijn. Ja, het is één grote schep die ze nu door het zand proberen te duwen. Erg verstandig. Als ze het ding naar terugtrekken. Of hem omdraaien. Dan is het zo gebeurd. Dit gaat niet werken, want ze gaan alleen maar meer zand voor die auto zetten. Het gebeurt met David Coulthard. Hard eraf gegaan in de Dunlop. Een hele lastige linkerknik die Dunlop en David Coulthard staat met zijn McLaren zwaar beschadigd langs de baan. Als je uit de lucht kijkt dan zie je dat het een behoorlijke schuiver geweest is. Monocoque is later door het team 's nachts gerepareerd. Ze hebben er maar liefst 5 bij zich, dus wat dat betreft viel het nog wel mee. Echt daar duidelijk te zien dat de complete linkerkant van de McLaren eraf lag. En het flink wat uurtjes nachtelijk werk werd voor de monteurs. Maar het gaf ook aan dat... Is David Coulthard aangespint in uw beeld. Spint en is door. En als coureur moet je onwijs veel vertrouwen in die auto hebben. Hij heeft 42,7 seconden.